Je begint dus om op je neus te klemmen, elastieken achter je oren. Je trekt naar beneden over je kin heen. En je drukt hem dan even goed aan op je neus. En dan zit hij goed. En toch gaat dit niet altijd goed? Nee, het gaat niet altijd goed. Nou, de meest voorkomende fout is natuurlijk rondlopen met je neus eruit. Of zo, aan één oor. Doe hem af aan de elastieken en laat hem niet zo in je kin hangen. En als ik hem nu dus weer op zou moeten zetten, klem ik hem, lastig met de bril. Ik raak de buitenkant niet aan. En heel belangrijk, van tevoren je handen wassen, doe je hem af ook handen wassen. Als je hem dus zo gaat dragen, dan ga je gewoon je hand besmetten. Stel dat het dus toch aan je masker zit of je hebt het zelf weer uitgeademd en daarmee zit je aan je gezicht. Stel, ik heb net boodschappen gedaan en ik stap in de auto. Ik doe mijn kapje af, wat dan? Dat is best wel een lastige vraag. Ik zou hem dan adviseren om eigenlijk van tevoren al na te denken van wat is een veilige plaats waar niemand erbij kan en waar kan ik hem neerleggen zodat er niks aankomt. In de auto zou dat zou kunnen zijn de meerijdersstoel, dat je daar gewoon je maskertje neerlegt. Gaan wij ooit wennen aan deze maskers? Ja, ik hoop het eerlijk gezegd niet. Dat het gewoon een tijdelijk iets is. Maar ja, we zitten er de komende maanden wel aan vast.